Vandaag is precies 75 jaar geleden dat Hoevelaken is bevrijd en daarom hebben wij iets leuks te onthullen. Vanaf vandaag is de gemeente Nijkerk namelijk een fiets- en wandelnetwerk rijker met de naam Ontdek de Plek. Dat is een fiets- en wandelnetwerk op basis van knooppunten en daardoor kunt u de lengte en de samenstelling van de route zelf bepalen. Het zijn allemaal plekken die verborgen lagen en die nu onder de aandacht worden gebracht. In 2014 hebben mijn vrouw en ik de boerderij van mijn schoonouders gekocht. Ja, gelukkig hadden wij toen ook deze prachtige bunker in onze achtertuin staan. Hij viel eigenlijk nooit zo op, want er stonden hier heel veel schuren omheen. Die zijn inmiddels gesloopt, dus nu die schuren weg zijn, dan zie je heel mooi hoe die bunker tot zijn recht komt. Ja, wij zijn geen boeren, dus wij hebben besloten om de boerenactiviteiten niet voor te zetten en de paardenhouderij daarmee op te heffen. Hiermee hebben wij een regeling getroffen met de gemeente. Dat betekende dus ook voor ons dat wij 650 vierkante meter aan schuren moesten slopen. Dit is een Duitse bunker en dat was een onderdeel van de Duitse verdedigingslinie, de Pantherstelling. En die liep ook door Hoevelaken en Nijkerk heen. En dit is de enige overgebleven bunker in Hoevelaken. Het lijkt wel of de Duitsers haast hebben gehad om deze bunker te bouwen. Want deze bunker was een onderdeel van de Duitse verdedigingslinie. Die linie bestond dus uit tankgrachten, loopgraven en bunkers. Daar is dit er één van en daar heeft een heel groot kanon in gestaan. En er zijn aan deze kant zijn we tijdens de restauratie op een aantal gaten gestuit. En dat blijken kogelgaten te zijn van geallieerde vliegtuigen. Dus het lijkt erop dat toen de bunker werd gebouwd, de bunker is beschoten. Het kan ook zijn gebeurd tijdens de bevrijding van Hoevelaken op 19 en 20 april. In overleg met de gemeente hebben wij besloten dat wij de bunker open zouden stellen voor het publiek. En toen hebben we ook de hedra er helemaal afgehaald met een team van mensen. Hij is aan de binnenkant helemaal opgeknapt door dat team. Rondom is hij ook nog helemaal mooi schoongemaakt. Dus ja, daar stond in één keer een prachtige bunker in het veld. Die bunker die heeft voor ons in het begin nooit zoveel voorgesteld. Het was een bunker tussen de schuren. Maar omdat je met een team van mensen die dit zo leuk vinden, die bunker gaat veel meer leven. Dus dat is hartstikke leuk. Je krijgt de verhalen los, hoe die gebouwd is. Er worden leuke details ontdekt. Dus je leert steeds meer van die oude bunker die slechts vroeger tussen de schuren stond en nu zo mooi in het veld staat. Ja, dat is zouden we hartstikke leuk vinden als hij dadelijk opengesteld is, dat de mensen op hun fietsroute langs kunnen komen of de wandelroute. Het is hier echt heel erg mooi zo rond Hoevelaken. Je hebt hier een mooie omgeving, een mooi bos, mooie dingen om te zien. Ja, dat dit daar dadelijk onderdeel van is en de mensen hier ook even kunnen komen kijken hoe deze bunker vroeger gebouwd is en hoe die gebruikt is en dat allemaal kunnen zien. Ja, dat is leuk. Er zijn hele mooie details te vinden aan die bunker. Al die vragen die gaan we beantwoorden en dat doen we door informatieborden aan de binnenkant van de bunker. De bunker die wordt nog opengesteld. We zitten nu natuurlijk in een situatie waarop we niet te veel mensen bij elkaar willen hebben. Later in deze zomer dan kun je komen kijken, elke dag van zonsopgang tot zonsondergang. En dan kun je daar lezen wat er allemaal is gebeurd rondom deze bunker en of die nut heeft gehad. In Nederland zijn natuurlijk veel meer bunkers. Maar van dit type zijn hele mooie details bewaard gebleven. Dat maakt deze bunker bijzonder. Dit monument lijkt van beton. Maar kijk eens goed. Het reuzengewicht, de brokkelige muren, aders van roestig ijzer, grove kiezelstenen in zwijgend grijs, opgesloten licht. Zie je nu dat deze bunker van onvermogen is gemaakt? Van naderend geweld, razende onwetendheid en angstige haast. Het zijn de ons bekende vertrouwde materialen. Tijdloos, onverwoestbaar. Maar wat komt u dan zoal tegen op die knooppunten? Nou, op dit moment hebben de knooppunten allemaal een relatie met de Tweede Wereldoorlog. Zo komt u langs de woning van een belangrijke verzetsman, langs plekken waar bunkers hebben gestaan. Er zijn knooppunten die wat belangrijke uitzichtpunten waren, waardoor de Duitsers vernield hebben. En er is een bijzonder verhaal te lezen over een vijver die in brand stond. Nou, onder andere dat verhaal staat in het routeboekje wat ik hier in mijn hand heb. In dit boekje staan een fietsroute en een wandelroute. Beide routes heten Hoevelaken in de oorlog. Dit boekje is verkrijgbaar bij de VVV en bij verschillende locaties in Hoevelaken. Ook zijn de routes en de knooppunten waar ik over vertelde beschikbaar op de website www.ontdekdeplek.nl. Deze website kunt u gebruiken op de computer, op de tablet of op de smartphone. En vooral de smartphone is handig als u aan het fietsen of aan het wandelen bent. Dus ik wens u veel plezier met fietsen en wandelen. En houd uiteraard wel even rekening met de regels in verband met het coronavirus.